Welkom terug in de vijfde video van deze serie. In de fase van zielsverkenning is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar je essentie of zielsverkenning te doen om te weten wie jij bent. Je diepste roerselen verkennen, je schaduwen ontdekken en je kracht te zien. Dat hoort bij het stuk zielsverkenning. En dat is niet iets wat je kan doen in een week, het is een proces waarbij je telkens dieper en dieper gaat. En begrijp ook dat in de realiteit deze fase ook heel hard verbonden is met de vorige fase, de donkere nacht van de ziel. Want het is net door die zielsverkenning dat we eigenlijk verder stappen in die donkere nacht van de ziel. Als oude systemen wegvallen en niet meer werken en geen oplossing meer bieden voor de obstakels waar je mee geconfronteerd wordt, dan gaan we vaak het ergste gaan vrezen. Maar je hoeft echter alleen maar de angst zelf te vrezen. Jouw ziel heeft zich gedurende meerdere levens voorbereid op deze fase van zielsgroei. En ook al zijn de meeste mensen nog een leerling en zullen er nog veel fouten gemaakt worden, we zijn klaar om deze massale ontwaking in goede banen te leiden. Dus ook jij bent bedoeld om te slagen in dit proces. Fouten maken hoort nu eenmaal bij het pad van bewustwording dat jij ook aan het lopen bent. Anders zou je nu niet naar deze video kijken. Dus het maakt niet uit of je nu nieuw bent of al een lange tijd wakker bent. De groei van je ziel kent geen tijd of ruimte. De manier waarop je met de stormen in je leven omgaat, bepaalt wie je geworden bent en wie je zal zijn. En ook al voel je je nu alleen, in de steek gelaten of in het donker, weet dat er veel zielen je zijn vooraf gegaan. Kijk om je heen en het licht zie je overal. In kleine dingen, maar bovenal diep in jezelf. Jij bent het licht waar je op zoek naar bent. En jij bent een deel van het geheel. Na dit ogenblik krijg je de kans om een balans op te maken van je leven. Iets wat de meeste mensen pas doen wanneer ze geconfronteerd worden met de eindigheid van het leven. Dus nu is het belangrijk dat je gaat gaan kijken, voelen en eerlijk wordt met jezelf. Wat heeft het leven jou geschonken? Waar ben je al dankbaar voor? Wat zijn de lessen die je geleerd hebt? Het universum geeft jou de kans om in alle rust en op jouw tempo contact te maken met je eigen wijsheid en jouw ziel. Mediteer, lees, schrijf, ga wandelen, slaap, maakt niet uit. Doe wat goed voelt voor jou op dit moment. Nu moet niets, nu mag niets. En net dat is de doorbraak die de mensheid al een hele lange tijd nodig had. Nu mag je wakker worden en de waarheden zien die tot voor kort nog onder de sluier verborgen werden. Toen je nog in die ratrace aan het lopen was en vast zat in het systeem. Dus geef jezelf de tijd om te ontdekken wie dat je bent. Wat dat je leuk vindt en wat dat je hier komt doen. Welke lessen wil je nog leren? Als mens, als ziel. En op welke manier wil je dan van service zijn voor anderen? Voor jezelf, voor je eigen hoogste goed. Kijk zeker eens op mijn kanaal, mijn YouTube-kanaal. Want je vindt er ook verschillende healingen en transmissies terug. Waar dat je door te werken met je universele vlammen en schaduwen kan transmuteren, inzichten kan ontvangen, je energie balanceren en nog zoveel meer. En dat zijn ook de vlammen waarover ik spreek in mijn boek 96 Vlammen. Dus kijk zeker eens, zoals altijd zou ik het linkje noteren, maar kijk zeker eens naartoe welke transmissie je aangetrokken voelt en ga ermee aan de slag. Die zijn echt gemaakt om jou vooruit te helpen, zodanig dat je nog meer in je ware zelf en je essentie kan stappen. In de vijfde fase gaan we het hebben over healing en verzoening met het zelf. Maar dat belet jou nu niet om er nu al mee aan de slag te gaan.